Yo, ik ben Thomas. Ik ben Stefan. En vanavond gaan we overnachten in het tuincentrum! Zeg, had ik vijf kan ik niet meer weg. Gaan. Ik zou nu gewoon de kassa's leeg kunnen halen. Ik vrees dat ik hier niet wegkom. Oké, de opdracht van de kijkers is heel simpel. We moeten gaan overnachten in een tuincentrum. Ja. Jij hebt een mooi tuincentrum gevonden. Ik heb wat research gedaan al vandaag, ja. Oké. Je hebt ook foto's en beelden gehad. Ja, zeker. Ja, het is nu middag en ik ben onderweg naar het tuincentrum om even te kijken of daar een goede verstopplek is voor vanavond. Dit is misschien wel een goede plek. Dat daar, dat wordt de plek. 100%. Ik ga dit zo opfokken allemaal. Maar je kan dit. Oh man, echt op een schaal van 1 tot 10 ben ik echt 11, zenuwachtig. Echt? Ja. Ik ben heel relaxed, ik ben heel ontspannen. Ja, no shit Sherlock, je hebt geen reet te doen. Jij zit lekker warm in die auto. Beetje aftrekken, beetje liedjes luisteren. En ik moet keihard gaan strijden gewoon in mijn eentje. Dit is ook een tuincentrum bij jou in de buurt. Ik kom hier heel vaak. Ze kennen mij. Ze verwachten het niet van mij. Het voelt ook alsof ik ze verraad. Zo voelt het. Hier? Ja, hierin. Er is helemaal niemand. Oh, er zijn een paar mensen. Fuck joh, het is zo rustig. Dit is voor de kijkers. Ik hoop dat ik dit overleef. Ik ook. Ik vind het zo spannend, ouwe. Ga lekker tuinieren. Ja, weet je, in zijn eentje valt hij niet zo op. In ieder geval minder dan met z'n tweeën. Zoals je ziet ben ik nu binnen. Ik sta helemaal stijf. Het is nu 8:10. Om 9:00 gaat die zaak dicht. Dit wordt heel lang wachten. Het corona heeft het sowieso moeilijk gemaakt voor ons om dit soort shit te doen. Maar nu zijn we back, bitch. En goed ook. Ik lig zeg maar tegen een soort stalen frame aan met mijn onderrug. En daar ligt niet echt lekker. Ik hoop echt dat iedereen om 9:00 gewoon uit de fucking winkel gaat. Ik ga een TikTok maken. Ik ga denk even naar de supermarkt. Biertje halen. Maar ik durf gewoon niet te bewegen, dat is helemaal kut. Dit is gewoon keurig een 0.0. Dames en heren, ik wil proosten op de inzet en toewijding van Stefan Jurgens. Ongelooflijk dat die jongen er toch weer in zijn eentje flikt om in zich eentje op te sluiten in het tuincentrum. Proost op jou, Steef. Geniet bij drink met mate. Geen alcohol onder de 18. Steven stuurt berichtje. Ik lig zo achter de kut. Ik heb morgen een hernia. Toe zegt dat hij ook kut zit. Dat hij morgen last heeft van zijn reet van het wachten. Ja, sterf lekker. Lul. Zij had het vegen helaas. Ik kan het niet bewegen. Kut, ze gaan mijn benen zien. Ik ben al bang dat ik gesnapt word hier buiten, dat ik te veel opval. Maar ja, Stefan die zweet natuurlijk echt peentjes nu. Hij zit gewoon in zijn eentje in dat gebouw. Kun je het niet voorstellen? Oh shit. Het licht gaat uit. Oh my god. Iedereen is weg, het hek was dicht. Het personeel is parkeerplaats was ook leeg. Dat betekent dat Stefan nu alleen in het tuincentrum zit. Holy shit! Ik moet nu echt klaarstaan als de politie aankomt. De winkel is buiten, zeg maar, dicht. Het licht is ongeveer 10 minuten lang uit.
ik wel zeker. Dus als ik hier zo meteen uit dit schap stap, dan is de kans heel groot dat het alarm dan meteen afgaat. En ik heb geen zin om de hele avond in een politiecel te zitten. Dus dan moet ik maken dat ik wegkom. Hoe ik dat ga doen, weet ik nog niet. Kijk dan. Er is helemaal niemand meer. Yo, volgens mij is iedereen weggehouden. Ja, ik reed net langs. Het hek was dicht en ik zag allemaal jongeren fietsen in een scooter. Dus ik denk dat iedereen weg is. Je bent echt helemaal alleen. Oh, kut. Ja. Kut. Ik hoorde wat daar. Zie je iemand? Zie je iets buiten? Nee, hier is het helemaal dood. Hier is het helemaal dood. Oh, fuck. Oké, ik ga lopen, oké? Als ik iets zie, dan hoor je het, oké? Als het alarm afgaat, dan peer ik hem. Oké. Doei. Ja. Dit was echt weer oldschool stukken, man. I love it, man. Oké dan, het gaat gebeuren. We gaan ervoor. Ik ga de winkel proberen te verkennen. En als het alarm afgaat, dan peer ik hem. Dit is zo sick, gast. Serieus, dit is zo fucking sick. Nu gaat het gebeuren. Gaat het alarm af? Ja of nee? Dit is zo fucking sick. Echt stalen ballen heeft deze. Dit doet echt. Ik ben zo bang. Fuck, ik ben helemaal dood. Kut. Oké, schat. Dit is stuk 5. Let's go. Oh mijn god. Holy shit. Ik voel spanning. Ik ben alleen in een tuincentrum na sluitingstijd. Dit is sick. Dit is zo spannend. Ieder moment kan het alarm afgaan. Yo, Steve. Hoe gaat het daar? Dit is toch lijp, gast. Kijk nou, ik sta midden in een tuincentrum. In je eentje? Ja, bro. Er is helemaal niemand hier, gek. En er is nog steeds geen alarm afgegaan. En ik praat super hard nu. Blijf maar aan de lijn. Kan dat? Ben ik toch een soort een beetje bij je? Dat vind ik wel een fijne gedachte, dat ik niet, zo voelt het toch alsof ik niet helemaal alleen ben. Ik ga even chillen denk ik op in een tuincentrum. Een tuincentrum helemaal voor mij alleen, hoe bizar is dit? Er is helemaal niemand en er gebeurt helemaal niks. Ik kan hier gewoon in principe doen wat ik wil. Ik heb natuurlijk geen slechte bedoelingen, maar ik kan zeker even chillen. En dat ga ik zeker doen. Dit is gruwelijk, hè? Holy shit. Die gast heeft gewoon het rijk voor zich alleen. Niemand valt hem lastig. Oh, ik kan eens bij de vissen gaan kijken. Ja, dan gaat zo meteen echt ergens kaart alarm. Oh, dit is wel een mooi plantje. Er gebeurt helemaal niks. Ik zal je nog eens teken vertellen. Moet je kijken, ik zit hier gewoon bij de beesten. Oh, dit is leuk. Dit is echt tering slecht beveiligd. Kijk deze vogel hier. Hallo. Ik heb een tuincentrum voor mij alleen. Nobody gives a fuck. Hallo, is daar iemand? Hallo, is daar iemand? I can do whatever the fuck I want. Deze man is gewoon een feestje aan het bouwen. Zo, heb je al spijt dat je niet mee bent gegaan? Ja. Hoezo gaat er geen alarm af? Het is echt bizar. Kijk, al die beesten hier gewoon. Je hebt die vissen. Moet je kijken. Ik zou gewoon een cavia kunnen meenemen, een hamster, een konijntje. Ja, goedenavond, welkom bij. Kan ik u ergens mee van dienst zijn? Ik ben het wachtwoord vergeten, pardon. Misschien kunt u morgen even terugkomen als we weer open zijn. Ik loop nu bij de Sears bij de kassa's rond. Oh, ik zie jou staan, ouwe. Ja, daar sta ik. Hey, ik ga even achter de kassa zitten. Ik zou nu gewoon de kassa's leeg kunnen halen, zeg maar. Nee. Ja, er zit gewoon geld. Goedemiddag, of goedenavond, welkom bij de. Ah. Piep! Mooie spulletjes. Piep! U wilt pinnen? Pinnen kan hier, alsjeblieft. Ik heb altijd al een keer cashier willen zijn in een tuincentrum. Je zou haast zeggen dat het nep was en opgezet was. Maar geen één tuincentrum zal hier aan meewerken. Want dit is echt de meest slechte reclame die je ooit kan krijgen. Ik dacht dat we ons hoogtepunt gehad hadden, maar dit is bizar. Ik heb wel twijfels over hoe ik hier uit kan komen, To. Oh, hier zit de nooduitgang. Misschien moet ik hier eruit.
Wacht even, misschien kan ik hier doorheen. Dat zou lijp zijn. Nee, die is dicht. Fuck. Oh, ik zie, hier zit wel een camera. Lijkt dat. Die mensen thuis zitten te kijken op de camera en ze zien jou rondlopen. Wacht even, misschien kan ik hier doorheen. Dat zou lijp zijn. Nee, die is dicht. Fuck. Ja, To, ik denk dat ik wel een probleem heb. Omdat die, dat hele pand aan de ene kant is dicht, dus daar kan ik niet heen. Ja, dat klopt. Ik wil er wel uit nu. Ik weet niet waar ik uit moet gaan. Wat een, ik loop hier al veel te, ik wil weg. Dit kan niet goed gaan. Maar To, als ik die nooduitgang opentrek, ja, dan gaat het alarm al. Ja, maakt niet uit, dan zijn we weg. Oké, ik kom eraan. Dan gaan we. Je moet wel over het hek heen. Dat wordt wel lastig, denk ik, maar ja, dat kan jij. Ik ga het proberen, ik ga je ophangen, oké? Tot zo. Het hek is echt kut, er zit al prikkeldraad en shit. Oké, dit was echt fucking bizar. Het is gewoon gelukt. Helemaal in je eentje in een tuincentrum. En nu ga ik eruit en nu gaat waarschijnlijk het alarm af. Oh, hij zit vlot. Hoezo gaat het alarm? Oh shit. Dat is alarm, kut. Ik kan hier niet doorheen! Ik kan er niet doorheen, je moet er overheen. Oh shit. Oh shit. Nu ben ik wel fucked up, denk ik. Tering, wat is dit goed beveiligd? Dit is gewoon hek met fucking stroomdraad erop, jongens. Hoezo is de buitenkant zo goed beveiligd en de binnenkant niet? Ik vrees dat ik hier niet wegkom. Ik hoor het alarm achter mij nog steeds afgaan. Maar ik zit op een heel groot parkeerterrein of zo. En overal zit een moeilijk hoog hek omheen. Kijk dat hek. Dat is zo fucking hoog. Grappie, ik zit ingesloten. Ik kan er niet uit. Je moet eruit. Ik kan er niet uit, grap. Het is hoog prikkeldraad. Ja, het is bizar hoor. En er zit fucking helemaal schokdraad omheen. Het alarm gaat nu al zeker 5 minuten af. Maar ik kan er niet uit. Overal zit schok shit. Waar zit je? Aan welke kant? Aan de achterkant? Kut, dan kom ik daar. Fuck, ik moet gewoon door een fucking woonwijk heen gaan rennen ofzo. Je moet opschieten, volgens mij komen de... Ik stuur je mijn live locatie. Opschieten, Steve. Ah, kut, er zit hier een sloot, gek. To, ik kom hier niet weg, ouwe. Wacht. Hoe is dat hek voor? Misschien kan ik hier naar voren. Godver, ik kan er niet uit. Fuck. Je moet eruit. Dat gaat niet, pik. Achterkant dan. Oké, ik ga door een sloot heen. Ik ga door een fucking sloot heen, dan maar. Oké, dan rijd ik naar de andere kant, oké? Dit is echt kut. Ah. Jezus Christus. Hoe ga ik ooit die camera eroverheen krijgen? Oké, ik ben nu aan de achterkant. Jezus! Ben je bijna bij land? Ja, daar komt hij! Daar komt hij! Oh shit! Holy fuck, help! Oh, yeah. Lekker tik, het is gelukt! Let's go! Stappen. Jezus, dit was niet normaal! Go, weg! Dat is wel lukken, joh! Holy fucking shit! Het is gelukt, ouwe! Oh shit! Woo! Jullie fucking help! Help! Lieve mensen, het is gelukt! Tot volgende week! Ja! Goed, jullie hebben er thuis heel veel om gevraagd. En dit was weer een echte ouderwetse Stuk TV overnachting. Dat het gelukt is, vind ik nog steeds heel bizar. Vond je dit thuis een hele toffe, spannende video? Geef het alsjeblieft even een duimpje omhoog. En heel belangrijk, laten we deze video met z'n allen pushen naar zo hoog mogelijk in training op YouTube. Dus stuur hem aan iedereen door. Doe een duimpje, vertel iedereen erover. Dit was fucking gaaf. Dankjewel voor het kijken. En we zien jullie gewoon weer, zoals altijd, volgende week. Doei!